MVV doet het goed de laatste weken. De ploeg van Ron Elzen won de laatste twee wedstrijden. 2-0 tegen Rode SC en 0-1 bij Jong Ajax. Maar de eerste kans is voor Jong AZ, de bezoekers van vandaag. Het is Jelle Duin die rechts voorin speelt. Die wordt eerst doelman Luc Koopmans op de proef stelt. Jong AZ doet het trouwens vandaag zonder spits Ferry Druijf. Medetopscorer met 13 treffers. Hij is mee met het eerste en hier is Jelle Duin opnieuw. En hier had hij toch echt moeten scoren. Maar Duin neemt te veel tijd. Moest nog iets bedenken. En daardoor gaat het allemaal mis uiteindelijk. Redding ook goed natuurlijk van Luc Koopmans. Die sowieso bezig is aan een sterk seizoen in het doel bij MVV. Dit is de man met nummer 24. Golpek. Golpek. Goeie actie van Dodan Golpek. En zo komt ook MVV na wat moeizaam begin beter in de wedstrijd. Anthony van der Hurk. Van der Hurk. Ze krijgen hem niet echt van de bal af. Van der Hurk kan ook nog die voorzet geven. En dit is uiteindelijk nog een aardige kopbal ook. Van Koen Costons. Jong AZ won dit seizoen nog maar één wedstrijd. Dat valt flink tegen. Jong AZ verloor ook de laatste vier duels. Het is niet zo'n lekker seizoen als de vorige voetbaljaargang. Ondertussen, Joeri Schrooien. En de bal nog van richting veranderd. En dan moet ook Schendelaar nog in actie komen. Om te voorkomen dat MVV op 1-0 komt. Zo is het zeker geen onaardige eerste helft. Maar is het wachten nog altijd op de doelpunten. Gino Dekker met een voorzet. Wordt dit hem dan? Heerlijke volley zeg van Jamie Jacobs. Maar opnieuw gaat die bal er niet in. En Michel Vonk wordt onderhand wel een beetje gek van al die kansen die gemist worden. Vonk trouwens, oudspeler van MVV. Toen MVV nog in de Eredivisie speelde. En daar is dan in de extra tijd van de eerste helft toch de 1-0. En die is voor MVV. Koen Costons. Hij scoort opnieuw. Dit keer met het hoofd. Daar waar hij vorige week ook al scoorde tegen Jong Ajax. 19 jaar nog maar. En hij is dus goed bezig. 1-0 dankzij Costons bij de rust. In de tweede helft is hier weer een goede kans voor Jong AZ. Maar Michailik, die speelt in plaats van Ferry Druijf, heeft toch wat meer moeite om het doel te vinden. Jong AZ wordt wel sterker in die tweede helft. Gino Dekker. Gino Dekker, mooie wegdraaiende voorzet. En dit moet hem dan zijn, maar opnieuw wordt er niet gescoord door Michailik. De Tsjech. Ja, hoe mooi wil je ze krijgen? Helemaal vrij, kan timen, kan koppen. En knikt die bal dan tegen doelman Luc Koopmans aan. Koopmans die dit seizoen al 6 keer de nul hield. En op deze manier wordt dat ook nog wel 7 keer. Van der Hurk. Van der Hurk. Met een poging tot een omhaal. Ja, dit is Van Hurk, hè? Niet de Jong. Dan blijft het nog wel spannend natuurlijk. Voelt misschien ook wel Ron Elzen aan. En dan zou je het altijd zien, daar is de gelijkmaker. Henry Weigelt. De Duitse centrale verdediger mee naar voren gekomen bij Jong AZ. En hij knikt de gelijkmaker binnen. Weer is een goede voorzet van Dekker. En Weigelt met overtuiging scoort de 1-1. En dat is toch een tegenvaller voor MVV. Dat dan op jacht gaat naar de winst en ook wisselt. Het brengt onder andere deze Aboubakar. En die mikt hier de bal op de bovenkant van de lat. Hij doet het bewust hoor. En het had wat geweest. Schendelaar er ook in de buurt. Bal op de lat. En dus nog altijd geen voorsprong voor MVV. Jong AZ dan weer. Jong AZ had maandag nog verloren van Jong Twente met 2-1. Dit is een slap schotje. Makkelijke prooi voor Koopmans. En dan zitten we in de extra tijd. Komt er nog een winnaar in de Geuselt. Misschien wel als Kramer de bal breed legt. Dan komt daar een schot. Nou ja, een schot. Dit gaat ook nergens over natuurlijk. En dan is het niet zo heel gek dat het bij 1-1 blijft. MVV laat eigenlijk 2 punten liggen tegen Jong AZ.